Op 31 januari vond in de Jo van Dijkhof een van de voorrondes plaats van het Archipel Muziekconcours voor 8 tot 18-jarigen. Dit concours werd voor de tweede keer georganiseerd. Archipel vindt het sowieso al heel erg belangrijk om jong en oud te verbinden. Dat is één. We hebben heel veel talent. Dat hebben we vorig jaar ook gezien onder onze jongeren. Nou, we wilden die jongeren podium bieden en onze oudere cliënten van Archipel een leuke activiteit, een leuke middag. Dat is eigenlijk voornamelijk de reden dat wij een Archipel muziekconcours organiseren. Waarom organiseren jullie dit muziekconcours al voor de tweede keer? Ja, vorig jaar was natuurlijk ons debuut en dat was een gigantisch succes met hoog niveau en onze cliënten, onze bewoners hebben gigantisch genoten ook. Dus ja, dan kan er maar één ding gebeuren, een tweede concours. Dus dit jaar opnieuw. Wij gingen vooraf bij de twee Nunense deelnemsters, Inge en Isa, kijken hoe zij zich voorbereiden op het muziekconcours. Inge van Grinsven is een 14-jarige harpiste. Zij vertelde onder andere waarom zij voor de harp als instrument had gekozen. Ja, het is een heel mooi instrument en ik vond de klank heel mooi. En mijn vriendin die speelde harp en toen kwam ik bij haar thuis en speelde wat voor. En toen dacht ik, dat wil ik ook doen. Dus toen heb ik aan mijn ouders gevraagd, mag ik dit ook doen? En ja, toen zeiden ze, als je minstens een half uur per dag speelt, dan mag je het doen. Nou lijkt mij harp een heel moeilijk instrument, is dat ook zo? Ja, het is wel wat anders dan een blaasinstrument, want dan speel je maar één noot gelijk. Bij een harp speel je er soms 8 tegelijk. Moet je nou veel oefenen? Ja, ik speel minstens een half uur per dag, soms wat meer, maar soms eigenlijk ook helemaal niet. Isa van Amersfoort is een 12-jarige violiste. Zij vertelde onder andere hoe zij met Willemien Kuiper en Darwin Liu, die cello en piano spelen, een trio heeft gevormd. Waarom heb je viool als instrument gekozen, Isa? Vroeger vond ik het al een hele mooie instrument. En omdat het heeft hele mooie klanken. En later ging ik het spelen op mijn 7e. En ik heb al 5 jaar les van Evert-Jan Schuur. En moet je iedere dag repeteren? Nou, het liefst wel van mijn docent. Maar ik doe het bijna wel elke dag, ja. Gabi Scholder verzorgde de presentatie van deze voorronde. David is 17 jaar, zal piano voor u spelen en heeft al 3 jaar muziekles. Aan deze voorronde van het muziekconcours namen 8 solisten en 1 trio deel. Het niveau was bijzonder hoog en daarom was het voor de jury een lastige opgave om te bepalen welke deelnemers mochten doorgaan naar de halve finales op 28 februari en 1 maart in Eindhoven. Kijk,
De jury bepaalde uiteindelijk dat er 5 deelnemers overgingen naar de halve finales. Onder wie ons Nunes trio. Inge mocht helaas niet doorgaan. Op 15 maart vindt uiteindelijk in de grote zaal van het muziekgebouw in Eindhoven de finale plaats.